Mijn naam is Anne Willem. Ik ben student op het Conservatorium van Maastricht en ik zit in mijn derde jaar. Al meer dan 12 jaar speel ik met heel veel liefde hobo en dat is echt ja, mijn fantastische manier om mij uit te drukken, om te zeggen wat ik denk, wat ik voel van binnenin. Als je ademt op het tempo van je diepste hartje kloppen, hoor jij dan ook die stille echo, gevolgd door een tussenstop? Of hoor jij misschien meer dan het kloppen van het hart en ervaar je deze keer een gevoel van andere kracht? Luister nog eens goed. En indien je niets vermoedt, vergroot dan je verlangen om de tijd te laten hangen. Vorig jaar, toen had ik een vrij moeilijke periode, kwam ik erachter dat er nog iets in mij zat. Dat er nog gevoelens waren die ik niet via mijn hobo kwijt kon. En ik heb die dan kunnen uiten via een gedicht, Au centre de la flamme, een gedicht in het Frans. En toen ik het gedicht opgeschreven had, toen kwam ik tot het besef dat ik eigenlijk de wereld, de visie op mijn wereld, op wie ik ben en wat ik wil bereiken in mijn leven, dat dat eigenlijk nog diepgaander is dan ik eerst dacht. Met dat idee, met dat besef dat ik plots had, dacht ik van, het is altijd mijn droom geweest om muziektheaters te schrijven, om dat te ontwikkelen. Het is mijn droom geweest om gedichten te schrijven, maar ik heb dat altijd aan de kant geschoven. Ik durfde dat ook niemand te laten zien, ik schaamde mij daarvoor. En toen kwam ik erachter van, nee, eigenlijk wil ik dit ontwikkelen, wil ik dat muziektheater echt een definitie aan geven, dat concept verder uitwerken. Als een ster in het heelal verlicht jij je eigen wereld. Jij bent een van de miljoenental dat de aarde ophemelt. Echter, veel zijn al gedoofd voordat ze stralen zouden. Maar voor wie erin gelooft, zal het licht nooit ophouden.